zitten de dag na de wedstrijd tegen Badjes hier. Mooie Europese pot. Hoe voel je je? Wel goed. Op zich, ja. Het lichaam is een beetje moe, maar voor de rest gaat het gewoon prima. Oké. Okay. Hey, we zitten ergens op de route van het Single Park. Heb jij favoriete plekken in Leiden? Na de beetje bekende plekken vind ik wel leuk. Dus de driehoek daar bij de Waag. Iedereen wel kent midden in de stad. Als op de Beestenmarkt kom je ook wel vaak. Maar voor de rest niet echt hele specifieke plekken. En als je plekken. Een terrasje pakt, waar ga je dan zitten? Ja, vaak bij de Waag. Of in ieder geval daar dat stukje bij Einstein, et cetera. En dan met een frisje. Frisje, ja. Colaatje of ijstie. Hey, even terug naar de wedstrijd van woensdag. Geen schande om zo'n wedstrijd te verliezen van een club als Badjes Sahir. Wat neem je nou mee uit zo'n wedstrijd voor het team? Dat we nog niet zijn waar we moeten zijn. Maar dat we wel dicht tegenaan zitten. Zoals gisteren ook speelden we echt niet de beste wedstrijd. Maar op de een of andere manier komen we altijd wel weer terug. Of krijgen we een kans om, gisteren dan niet echt, maar om terug in de wedstrijd te komen. En Europees is gewoon zo anders spelen dan in de Nederlandse competitie. Qua fysiek, qua handelingssnelheid. Het is gewoon net een stapje hoger. En ik denk dat we daar als team en ik ook als individuele, als een speler gewoon beter van wordt. Ja, dus, want als individu, wat neem je dan mee? Nou, dat ik nog steeds wat fysieker moet worden. Dat je op dit niveau, is het echt, gaat er hard aan toe. Je mag veel met je lichaam. Je handen worden wel veel afgefloten. Als je iemand slaat, dat zien ze dan wel. Maar zolang je met je lichaam iemand een beuk geeft, dan mag bijna alles. Dus dat is wel voor mij goed om daar nog een stapje extra bij te zetten. Hey, de start van Q3, het leek net alsof het Turkse team een stapje extra kon zetten in de verdediging. En dat wij het even niet meer wisten. Hoe ervaar je dat op het veld? En wat kun je dan doen als speler? Ja, ik vond gisteren dat we in het derde kwart een beetje gehaast of rommelig speelden. Zij, vooral Smit, die scoorde een paar drietjes. En zij deden even een tandje erbij. En wij wilden het iets te snel goed maken, had ik het idee. Dus wij gingen ook snel spelen en we verloren daardoor een paar keer best wel knullig de bal. Waardoor zij weer makkelijk een aanval konden opzetten en makkelijk konden scoren. Dus ik denk dat we daarbij iets meer rust moeten bewaren. En dat is ook mijn taak en dat lukte gisteren niet zo goed. Om iets meer de rust in het team te bewaren, ook een goede avond te spelen. En in ieder geval tot de schot te komen. Want gisteren verloren we een paar keer de bal en dan kom je helemaal nergens. Dan gaat het snel. Is dat dan ook het verschil tussen een Europese wedstrijd en een wedstrijd tegen een Nederlandse tegenstander? Dat, het, ja, dat je eigenlijk geen slechte fase kunt veroorloven in een wedstrijd? Eigenlijk wel. Maar niet zo lang in ieder geval. Je kan best inderdaad een minuut of twee of drie hebben dat het even wat minder gaat. Maar gisteren waren het denk ik 6 of 7 minuten achter elkaar. Ja, en dan ben je Europees ben je wel gezien. Maar zelfs in Nederland tegen bepaalde ploegen moet je dat niet doen. Want dan ben je ook de sjaak. Nou, jammer. Het was wel een mooie wedstrijd. Ik heb ook mooie acties gezien van beide kanten. En supporters uit Turkije die ook gezellig waren. Dus dat was zeker een mooie ervaring weer. Zaterdag weer een wedstrijd op het programma. Apollo is dan op bezoek in de 5 mei al. Ook weer tegen een oud teamgenoot van je, Sergio. Ja. Die was trouwens ook in de hal, als supporter gisteren. Dat is hartstikke leuk. Hij was wel aan het scouten, denk ik. Volgens mij, hij zei zelf dat hij meer als supporter aanwezig was. Dus, wat verwacht je van die wedstrijd? Het gaat ook een moeilijke pot worden. Ik vind Apollo doet het goed dit jaar. Ze hebben nu verrassend goed, hè? Verrassend goed, ja. Want we hebben de eerste wedstrijd daar wel gewonnen. Maar nu hebben ze een Amerikaanse point guard erbij. En ook een andere Amerikaan. Al weet ik nog niet of die mag spelen. Nee, ik weet ook niet of die speelgerechtigd is. Nee. Dus die, stel alleen die Amerikaanse point guard er al bij, dat maakt al een verschil. En ze hebben gewoon een goed team met een paar oudere spelers, waaronder Sergio. En jonge gasten die hard gaan en gewoon door blijven werken. Daar hadden we het ook lastig mee daar bij hun. Toen lieten we ons een beetje kaas van het brood eten. Dus zaterdag moeten we gewoon vol aan de bak. Gewoon scherp zijn en bij de les blijven. Ja. Hey, als ik het goed heb, woon je dit jaar samen met een paar andere spelers. Met Mees en met Kevin volgens mij. Quincy. Quincy, ja. Ja.
Hoe is dat om met elkaar in een appartement te wonen? Ja, leuk. Gewoon, er was wel tijd om voor mij ook uit huis te gaan. En via Leiden kon ik in dat appartement intrekken. Samen met Mees en Quincy. En het is gewoon gezellig natuurlijk. Jongens van mijn leeftijd. Quincy ken ik dan nog niet, maar Mees al wel. Gewoon leuk om met je teamgenoten samen te wonen. Want je doet de hele dag hetzelfde. Dus je weet ook van elkaar wat je... Sorry. Je weet ook van elkaar gewoon wat elkaar schema is. Dus het is anders dan bijvoorbeeld in een studentenhuis. Ja. Dus nu het is wel... Maar in een studentenhuis kan het af en toe best wel een bende worden. Hoe is het bij jullie? Wie is de rommelpot? Mijn vriendin zegt altijd dat het wel rommeltjes. Ik vind het zelf wel meevallen. Maar we zijn alle drie wel redelijk netjes. Okay. Het is niet heel erg... En hoe doe je dat met koken? Is dat om de beurt? Of is er één iemand die wat vaker kookt? Nou, valt wel mee. Hier en daar kook ik wel met elkaar. Maar soms ook gewoon alleen. Of dan maak je in één keer wat meer. En dan kan je de dag daarna hetzelfde nog eten. Okay. Dus dat verschilt. Nou, leuk om te horen. Hey, succes zaterdag en zorg dat het weer een win wordt. Yes, komt goed.